Ik denk dat het leven geen nut heeft. Maar dat kan best wel tot depressieve gedachten leiden. Ik merkte op jonge leeftijd dat waar anderen gelukkig werden van gamen, buiten spelen, merkte ik, spreken, was altijd een angst voor mij. En toen had ik een boek gelezen over Brian Tracy. En die zei gewoon van ja, elke kans die je hebt om te spreken, moet je aanpakken. En toen ben ik op het ondernemen uitgekomen. Dus toen mezelf we wel een bepaald richting te geven, dat zelf te kiezen. En vervolgens, en ik zie het leven ook wel echt als een, als een missie, als een spel. Van oké, okay, hoe ver kan ik gaan? Ik vind het op een gegeven moment genoeg geweest. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door View Your Body. Honderden lotgenoten zijn al fan. Klik op de link en ontdek waarom. Zo, lieve lotgenoten. Ik ben hier met Koen op een vroege woensdagmorgen. En uh, we gaan een therapie-sessie doen met Koen. Het bijzondere is alleen, we hebben niks gescript, niks voorbereid. Um, wat ook een beetje bijzonder is. Jij, Koen, zit nu eigenlijk een soort van op de sofa of een, een grote laugh-seat. Um, en de rollen zijn een beetje omgedraaid. Want ja. ik mag jou meer vragen stellen, denk ik, dan jij mij. Hoewel <laughs> alles kon, we hadden niks vastgezet. Ja. Um, voor de luisteraar misschien leuk, uh, ik heb een boek geschreven over innerlijke ontwikkeling en ik dacht spontaan aan jullie. En toen kreeg ik spontaan het antwoord, ja wij, wij zoeken eigenlijk een, uh, nog wel eens iemand om therapie sessies mee op te nemen. Nou, dus therapie is altijd een breed begrip, hè? wanneer is iets coaching, wanneer is iets uh, geestelijke begeleiding, wanneer is iets uh, psychologische behandeling. Nou, we gaan één keer met elkaar praten vandaag. Wat mij betreft is het doel dat we je een beetje binnenste buiten keren, omdat ik de overtuiging heb dat er van binnen best wel veel moois valt te zien. En uh, we gaan je letterlijk en figuurlijk een beetje het licht zetten. Misschien om te beginnen, gewoon dus met, met de vraag: hè, We kunnen altijd veel lullen in, in, in therapeutische settings ook en in coaching sessies. Als je simpelweg zo hier zit, hoe voelt je body? Zijn nou, er plekken die eruit springen? Plekken die eruit springen. Als ik uh, echt lichaam vol, denk ik wat meer borst meer borst. borst en uh, ook wel een beetje mijn armen ja dat voornamelijk en is het een soort activiteit die je voelt dan in je, je borst ja ik had het van tevoren ook al tegen jou gezegd maar het is eigenlijk voor het eerst dat ik echt zeg maar alleen een podcast opneem ja en jaro is er meestal ook bij nu is het voor het tweede of derde keer dat jou er ook niet bij is dus dat is altijd eventjes wennen. Dus daar ben ik extra atlet, inderdaad. En is hij in gedachten hierbij? Kun je hem als het ware virtueel een beetje als derde man zo uh, hier ergens in de ruimte voelen? Uh, nu niet per se, nee. Maar ik, ik, zou, ruimte, ik zou het hè? kunnen inbeelden, ik zou het kunnen inbeelden, ja. Ja, ja. ja. En uh, die borst hè? Of, die, of die hartstreek... Is het een, uh, ik stel de vraag terwijl ik uh, Unlock Your True Potential op de achtergrond zie: mm. uh, is het een soort excitement? Is het warm? Of is het juist een soort drukkend, drukkend gevoel? Wat, wat, wat zou je ervan oh. zeggen? Uh, warm en drukkend. Warm en drukkend. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. En drukkend in een, in een zware zin voel je als het ware een soort van druk daar, pressure, uh, gewicht. Ik voel een bepaald gewicht. Zeker, maar ja, het is ook een soort van excitement of zo. Mm. Dus uh, een vorm van, uh, ja, dat is toch uh, de emotie, een soort van stress, maar ook wel weer, uh, toch wel een positieve stress of zo. Ja. Zou je dat gewicht en, en, en dat hart, om het zo te zeggen, of, of die hartstreek ook in verband brengen met wat jullie doen en wat jij doet in je... In je, in je Eigenlijk toch leidende rol met, met de Lotgenoten podcast, zit daar ook een bepaald gewicht aan in a good way? Um, er zit zeker gewicht aan. Ja. Want je bent natuurlijk een bedrijf aan het opbouwen. Wat als je gewoon kijkt waar we vandaan komen dat het nu ontiegelijk goed doet, alleen de potentie is grenzeloos. Dus dat zorgt wel voor een bepaalde druk. Waarvan je kan zeggen aan de ene kant ja het is positief. Mm -hmm. uh, aan de kant kan het ook een beetje wat minder zijn, natuurlijk. Want het is wel een constante. zeg maar Het is wel iets wat ik dagelijks voel. En ja. Eigenlijk wat pas weggaat als ik echt gewoon in de flow zit en aan het werk ben. Dus de horizon of het, het, het perspectief wat je ziet eigenlijk. Ik dacht ook even adeldom verplicht. Het, het, het klinkt. Het is heel serieus, serieuze business. Hè? Ja. Um, voel je dat altijd ergens in de periferie, om het zo te zeggen, is het altijd ergens Of oh, is het daar of, of daar. Ja. Uh, het perspectief wat je ook ziet voor jullie werk? Ja, Ik denk wel dat als ik kijk naar waar jou en ik en het team waar we naartoe kunnen gaan, ja, daar liggen heel veel kansen. En wij zijn. Constant met elkaar in beweging. Van oké, okay, waar ga je naartoe? Welke keuzes ga je uiteindelijk maken? Ik heb natuurlijk mijn individuele keuzes. Mm. Jou ook, het team ook. En die moeten wel strijken met de keuze die je wil maken in de business. En als het in de business niet duidelijk is waar je naartoe wil. Wat soms nog twijfelachtig kan zijn. Uh, dan kan het wel inderdaad een bepaalde lading met zich meebrengen. Mm. Ja. Ja. Voel je ook... Um want business-wise opportunities is één. Dat kan, kan ik me helemaal voorstellen. Voel je ook dat je een soort van missie of opdracht, om eens even wat grote woorden te gebruiken... Uh, zit dat in jullie purpose, om het zo te zeggen? Voel je dat je daarom misschien ook wel samen bent gaan werken? Dat je dat te doen hebt in uh, deze lifetime? Ja. ja. Ik denk ook dat de podcast daarom lotgenoten heet. Ja. Omdat je natuurlijk samenkomt. Je hebt samen het lot. En dat is... Het ondernemen. En het ondernemen is wat anders dan normaal werk. Want ondernemen is een hele andere wereld. En als je, daar, als je dat eenmaal ontdekt, is dat ook grenzeloos. Tenminste, voor mij is het nog steeds grenzeloos. Kijk, als je gaat werken, dan heb je een limiet qua salaris of qua functie waar je naartoe kan groeien met een bepaalde opleiding. Mm -hmm. Maar vanuit ja, ondernemen, ja, dat, je kan kiezen waar je heen wilt. En dan kan je daar naartoe gaan werken. Dus daarin. Voel ik die verbinding zeker? Want dan ga je ben je samen op missie. En ik zie het leven ook wel echt als een, als een missie, als een spel: van oké, okay, hoe ver kan ik gaan? Mm. Ik heb uh, laatst zeggen honderd levens, mm -hmm. 100 levensjaren. Mm -hmm. ja, het zou mooi zijn dat ik ze ook allemaal goed gezond kan uitleven. Maar ja, hoe ver kan je gaan? Wat zijn de keuzes die je gaat maken? Vind je het op een gegeven moment genoeg geweest of wil je nog verder gaan? En ik, ben wel, ik heb wel het gevoel dat ik ver wil gaan. Verder dan de meeste mensen. Goed nieuws. Cosso support de Lotgenoten podcast namelijk al jaren. En daarom hebben wij voor de Lotgenoten een kortingscode gefixt. Met de code Lotgenoten20 krijg je 20% korting op je bestellingen bij Kosso Nutrition. Dus ben je nog op zoek naar hoogkwaliteit supplementen, whey, creatine, magnesium, noem het maar op? Klik dan op de link in de beschrijving en krijg de beste kwaliteit voor de beste prijs met de code lotgenoten 20. Ik hoor daar een soort notie van vrijheid in, hè? ondernemerschap. Mm -hmm. uh, en ook lotsverbondenheid natuurlijk, op, op, op heel veel manieren. Het um, is misschien voor de, voor de kijker goed hè? dat we een heel kort voorgesprekje hebben gehad. Echt om even de keel op te warmen. En dat, dat ik toen ook vroeg naar dat lotgenoten stukje. En dat het heel erg met ondernemerschap te maken heeft. Um, dat wij, zal ik maar zeggen, ook een bepaalde... Groep zijn uh, die ja, misschien niet allemaal vriendjes en vriendinnetjes zijn, maar wel een zekere verwantschap delen en een lot delen. Uh, en het klinkt ook heel warm als je het over lotgenoot hebt. Ik vind het een heel liefdevol woord. Ja. Uh, samen in dezelfde strijd of zo. Um, maar als je nou kijkt naar de vrijheid, die misschien hoort bij ondernemerschap, je, je begon meteen, eerst zei je 100 levens, toen 100 levensjaren. Uh, is allebei best veel. <laughs> ja. Misschien ook best weinig, ik weet het niet. Um, als je dat hele grote perspectief noemt... Hè, eigenlijk een beetje sky is the limit. Gaan er dan andere challenges spelen? Of komen er dan andere dingen boven, als het ware? Ook, ook in je psyche, zal ik het maar noemen. Dan wanneer je eigenlijk vanuit een kleine perspectief denkt. Hè, roept het andere challenges op? Voor, voor jou ook? Ja, ik denk dat het voor mij het leven in perspectief zet. Ik noemde dat ook van tevoren. Maar bijvoorbeeld stoïcisme, het, de overtuiging daarvan en het navolgen geeft mij een bepaald perspectief op de wereld waarin ik meer rust en kalmte kan beleven. En als ik kijk naar bijvoorbeeld die 100 levensjaren, uh, dan brengt het mij hetzelfde als de metafoor dat wat ze in stoïcisme zeggen, waarin ze aangeven van luister, Jij bent zo'n klein persoon en de planeet is zoveel groter dan jij. En er zijn nog zoveel miljarden mensen en er zijn ook nog eens miljarden planeten. Dus eigenlijk jij bent een minuscuul onderdeel van alles wat er is. En ja, dat zet voor mij het leven in perspectief. En als ik dan ook kijk van ja, we hebben 100 levensjaren. Dan, dit jaar kan ik mijn uiterste best doen. Maar dan heb ik nog genoeg jaren om te komen waar ik wil zijn. Dus ik heb voor lange termijn heb ik veel rust. En voor de korte termijn weet ik ook dat de challenges die ik tegenkom. Dat ik die, dat, dat niet de grootste challenges ooit gaan zijn die ik ga tegenkomen. Want het valt waarschijnlijk allemaal wel weer mee van wat ik over vijf jaar of tien jaar, misschien over twintig jaar ga meemaken. En dat maakt voor mij wel. Het leven een stuk makkelijker, ja, om het zo te leven. Dus als je het in zo'n perspectief plaatst, dan zou je met een, met, een, met een beetje zelfspot kunnen zeggen, wat boeit het allemaal, hè, wat we hier zitten doen op, op, op zo'n vroege ochtend. Ja, ja. Uh, tegelijkertijd dacht ik, des te belangrijker misschien, al zijn we maar zo'n zo klein radertje, uh, op, op welke beweging zijn we aangesloten? Of, of, of waar wil je deel van uitmaken? Waar voel je verwantschap mee? Kan je, daar, kan je daar eens wat bij, bij zeggen of bij, bij voelen? Voel je ja. onderdeel van een groter geheel, om het zo te zeggen? Voel ik me onderdeel van een groter geheel. Ik denk dat het leven geen nut heeft. Hè? Dus de overtuiging van nihilisme, daar, daar ben ik wel, heb ik wel op vroege leeftijd in gezeten. Maar dat is, kan best wel tot depressieve gedachten leiden. Toen dacht ik wel van oké, okay, dus je moet je eigen lot gaan kiezen. Dat is over de jaren heen, heb ik dat gevonden in het ondernemen. Uh, dat was daarvoor ook een stukje uh, opleiding kunnen afmaken, uh, werk zoeken. En kwam opleidingen en werk zoeken om ontwikkelen om professor te worden van neuroscience. Nou, dat heb op een gegeven moment als purpose gekozen. Maar daarin merkte ik wel van oké, okay, ik zoek naar meer. Um, en toen ben ik op het ondernemen uitgekomen. Dus toen mezelf we wel een bepaald richting te geven. Dat zelf te kiezen. En vervolgens daar heel veel tijd aan te besteden. En dat wereldje te ontdekken. Wereldje in Nederland tenminste. Is het ondernemingsland niet zo heel groot. Moet ik zeggen. Maar als je gewoon kijkt naar wereldwijd. Is het natuurlijk huge. En ik voel daar wel een bepaalde verwantschap in. Ik voel wel een bepaalde connectie in. Wat de meeste mensen die iets ondernemen, doen. Ze sturen de wereld wel aan. En voorheen dacht ik eigenlijk: van ja, wat iemand doet, dat gaat minimaal effect hebben. Maar ik merk wel steeds meer nu ik meer verhalen lees. Ik lees nu een boek over de Republiek. Uh, dat gaat over de geschiedenis van Nederland. En dan uh, hebben ze het ook over Erasmus. Een persoon die toch wel eigenlijk een grote invloed heeft gehad op gewoon heel Europa uit een, een stad een dorpje in Nederland. Uh, dus daar zie ik wel steeds meer van oké, okay, wat je kan met een kleine groep, of een kleine, dat kan, kunnen twee mensen zijn, kunnen ook honderd mensen zijn, best een grote invloed uitdragen op meerdere landen, misschien zelfs de wereld, ja. Is de, is de grote wereldwijd gesproken ook een groep van ondernemers, ondernemenden? Mm -hmm. uh, kom je daar dan meer in thuis? Want het klonk een beetje triestig bijna. Toen je ah. zei: van Het leven heeft niet zoveel zin. En, en, en mm -hmm. uh, ik dacht: Ja, waar heeft, waar, waar heeft deze man die conclusies getrokken? Hè? Uh, buiten dat het een standpunt kan zijn, hè? maar mm -hmm. ben ik altijd benieuwd naar vanuit welke brillenglazen kijk je, zeg maar. En, en wat kleurt die glazen? En uh, dat mag allemaal. Het kan allemaal. Uh, het klinkt wel wat warmbloediger wanneer je over, over dat ondernemerschap en over die lotgenoten praat. Ja. Zomaar vrij associërend, hè? Uh, en, en als het niet aansluit, dan hoor ik het wel van je. Maar mm -hmm. vind je hier een stukje van verwantschap of broederschap misschien zelfs wel, die je eerder in je leven te weinig ervaren of gezien hebt? Deels zeker. Ik denk dat ik periodes in mijn leven, al periodes in mijn leven, uh, zeker broederschap heb ervaren. En ik voel dat de broederschap in ondernemerschap dichter bij elkaar ligt. Want ondernemers hebben een bepaalde missie, hebben dat lot, wat ze delen met elkaar. Dus waardoor je altijd een soort van synergie hebt. Mm -hmm. Waar vroeger het misschien gek was om. Zeg zeggen om half tien en ik ga naar bed. En ik sta om vijf uur op. Om dan drie uur zelfontwikkeling te doen. Zou, je, zou ik in een oude omgeving. Zouden mensen niet per se op me neerkijken. Of uh, iets, iets ervan zeggen of zo. Maar ze zouden ook niet per se erin steunen. En ik merk nu wel in ondernemerschap. Iedereen is zeg maar een beetje een gekkie. En het is ook gewoon vrij normaal. Om elkaar gewoon lekker daarin te gaan steunen. Ik woon nu ook met een paar andere ondernemers samen in een huis. En was gisteravond ook gewoon van ja. Uh, morgen gaat iedereen gewoon weer om vijf uur opstaan. En dan gaat iedereen gewoon weer aan het werk. Terwijl je kan ook gewoon om half negen opstaan. Zeg maar, het is een keuze wat je zelf wil. En daarin vind ik wel inderdaad de broederschap waar ik meer naartoe, naartoe leun. En dat heb ik in het verleden, als ik gewoon heel eerlijk ben, wel ook wel gemist, ja. Er zijn periode, periodes waarin ik dacht van ja, het is niet zo heel veel uh, verwantschap op dit moment. Dus als je dan om je heen keek of naar buiten keek, om het zo te zeggen. Ik, ik denk ook vanuit het oogpunt van innerlijke ontwikkeling, om het zo te noemen. Uh, we, we kijken naar buiten en dan kijken we naar binnen. Andersom, naar binnen en naar buiten. Daar zou je heel veel, heel veel uitbreiding op kunnen doen, maar... Hoe je naar je, je omwelt keek, om het zo te zeggen. Uh, zag je dan dingen die je raakten? In de zin van dat je je daar niet mee kon verbinden, niet mee kon identificeren. Of dat je dacht: is dit het nou? Uh, op jonge leeftijd? Ja, misschien wel op jonge leeftijd. Wat heb je al gezien? Uh, ik merkte op jonge leeftijd dat ik niet per se vrolijk werd door plezier na te jagen. Dus waar anderen gelukkig werden van hè, uh, gamen, buitenspelen, uh, entertainment, samenhangen, etc. Merkte ik, ik kan dat doen, maar daarna voel ik mij niet per se voldaan. Uh, hou ik vaak ook gewoon een leeg gevoel aan over. Uh, op jonge leeftijd ervaarde ik ook vaak wat meer uh, stress. Waardoor dat kwam, weet ik niet zo goed. Ik denk dat ik mezelf ook niet zo goed kende destijds. En waar ik naar zocht en hoe ik graag wou leven. Dat denk ik heel veel kinderen natuurlijk hebben. Dat je moet zelf nog ontdekken. Maar dat ik over de jaren heen steeds beter mezelf heb leren kennen. Waardoor ik ook goed wist van oké, okay, ik moet dit navolgen. Om een meer voldaan gevoel te krijgen, om te groeien. En uit groei hou ik weer geluk. Uh, en toen ik daarvan proefde, uh, en ik heb het ook heel lang genegeerd, maar toen ik op een gegeven moment zei van oké, okay, ik ga dat meer navolgen, toen werd ik wel steeds gelukkiger ook. En toen dacht ik van oké, okay, wat nou als ik dat nog meer ga doen en nog meer en nog meer risico ga nemen, want de kaders die... Ik voelde die voor mij werden opgelegd. Hè? De kaders van school, uh, van regels waar je aan moet houden, van hoe je moet leven. Uh, eigenlijk alles. Hè? Gewoon zelfs hoe je moet slapen. Ja, wie zegt dat je om zeven moet opstaan? Je kan ook om vijf opstaan, je kan ook overdag uh, eten. Uh, hoe sta je in het leven? Hoe ga je sociaal om met mensen? Uh, je ziet zeg maar, kaders om je heen, dat neem je over. Maar ik eigenlijk van zulke kaders, van zulke regels. word ik niet echt gelukkig, krijg geen voldaan gevoel. Dus toen op een gegeven moment merkte ik: van, okay, als ik ze zelf ga opzoeken. Hey, kan ik ze ook zelf bepalen, kan ik ze vinden en opvolgen. En dan kan ik wel dat leven leiden wat ik graag wil leiden. En nu ben je in een positie dat je dat. Kan zoeken, dat je een zoeker kan worden, fulltime, om het zo te zeggen. En een ja. en, en strever en, 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 en een lotgenoot is misschien dan het derde woord, hè, wat je het best kunnen noemen. Als ik me probeer te verplaatsen, bij wijze van spreken in je, je kinderfotoalbum. En uh, uh, jij kunt het voor je zien, denk ik. Uh, bij wijze van spreken, Koen, van drie, vijf, zeven, negen jaar oud. Um, Komen er impressies bij je naar boven? Uh, als we het hebben over hoe jij als het ware naar je omgeving kijkt. En, en je dacht, dit is bevreemdend. Of, of mm -hmm. ik ben anders. Of ik resoneer op andere dingen. Is dit het nou? Um, waar kom je dan als het ware vanzelf uit? Uh, in die periode... Ik had een spraakachterstand toen ik klein was. Toen ben ik met mijn moeder ook veel... Uh, ik kreeg daar ondersteuning in. Uh, ik kreeg ook een bepaalde coach daarvoor en die hield me er erg daarin. Dat zorgde ervoor dat ik in sociale interacties stiller was. Want ik dacht altijd dit is een zwarte van mij. Dus het had een soort van circulaire werking waarin ik onzeker was over mezelf, daardoor minder ging praten. Uh, nog stiller werd, nog minder ging praten, heel erg in mezelf verkeerd was. Um, ik las ook weinig. Uh, ik moest ook zeggen dat ik weinig interesses had in echt luisteren. Waardoor school wat lastiger ging, waardoor ik moeite had met lezen. Uh, maar ook. Was je ontmoedigd? Wat bedoel je daarbij? Nou, je bent zo aan het schetsen. Ja. Uh, ik heb er ook nog andere vragen bij hoor, maar ja. uh, um, dat was een associatie die bij me boven kwam. Van mm hé, -hmm. hey, je bent in een systeem wat eigenlijk niet bij je past, wat niet, wat niet voor je werkt in een way. Mm -hmm. En je, je lijkt me een, 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 een scherpe jongen mm -hmm. in potentie. En dan denk ik, wat gebeurt er met zo'n zo, zo, zo kindje bij wijze van spreken? Als, 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 als dat niet bevredigend is of, of dat. Die interesseert hem allemaal geen fuck uh, uh, vandaar dat ik met, met 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 ontmoedigd kom ja ik denk het wel ja, Ontmoedigd, ik denk uh, gewoon een periode uh, waarin ik het wel graag wou want dan op dat moment weet je gewoon van oké okay, ja wat deed ik ik had school ik had natuurlijk uh, gewoon uh, de sporten naast voetbal zwemmen deed ik, gewoon, ik deed met alles gewoon hard mijn best uh, en school wou maar gewoon niet lukken. En dan merk ik wel gewoon: van oké, okay, ik doe hard mijn best. Het wil niet lukken. dan doen mijn best. te doen met twee vingers in de neus. Er gaat iets mis. Dus ik doe hard mijn best. Maar het werkt averechts. Dus, en dan kom je met jezelf een beetje op slot. En dan ging ik gewoon afleiding zoeken in nou, alles behalve dan hè, school. Want dan heb je niet zo heel veel zin erin. Um, maar ja, dat ik denk dat daar wel een bepaalde ontmoediging in zat. Inderdaad. En dat ik wel dacht op een gegeven moment, toen ik wat ouder werd, van oké, okay, ik merk dat ik meer controle heb over mezelf. Eh, uh, je vocabulaire breidt uit, uh, je sociale interacties breiden uit. maar uh, je eerst uh, misschien alleen de weg naar school wist, dan uh, ga je op een gegeven moment ook naar de stad. Ga je ook, uh, eh, je gaat je wereld verbreden. En ik merkte dat Daardoor wel ik meer moed kreeg. Als je dan tegenovergestelde opzoekt. Ja. ja. En we begonnen bij jouw uh, borst ...en hartstreek hè? Met, dat, met, die, met dat drukkende. Sorry. Nu komen we hier uit. Ja. Nou, waar ik aan dacht, je vertelde van je spraakachterstand. Mm -hmm. uh, dat is overigens niet helemaal nieuw voor me. Ik had dat een keer gehoord in een van je eerdere afleveringen. Daar heb je wel eens ja. eerder wat over, over, over genoemd. Ja. Ik probeer vanuit een ontwikkelingsperspectief, hè, dus niet vanuit een klachtenperspectief. Van hoe los je zo'n achterstand op of, of hoe doorbreek je een blokkade? Dat is weer een andere discussie. Maar ja. denk ik ook: het is een thema in je leven dat je, bij wijze van spreken, aan de binnenkant een, een, een heel levendig bewustzijn hebt gehad. En je hebt naar buiten gekeken, daar van alles op gereflecteerd en, en conclusies getrokken aan de binnenkant, bij wijze van spreken. Maar um, je, je spreekt nu heel veel. Mm -hmm. En. Um, ik denk dat de thematiek van spreken, van de keel, in het, in het boek wat ik heb geschreven, pikken we dat eruit als een thema wat je eigenlijk op, op heel veel manieren bij de keel kunt onderbrengen. Hè? Het uitdragen van je waarheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. Zodat je hart uh, waar we begonnen, eigenlijk ook naar buiten kan. Hè? Dat het niet alleen het voelen is of alleen het, het zien is, maar dat het ook nog gecommuniceerd kan worden. Eigenlijk een soort bewustzijnsoverdracht, middels je, je stembanden in dit geval. Um, nou, dat denk ik is dus eigenlijk wel een, 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 wellicht een, 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 een thematiek die in je leven staat. Hè? Dat je heel veel gezien hebt. En afhankelijk een spraakachterstand. En, 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 en ik ben benieuwd of dat een beetje hout snijdt voor je hoor. Uh, want dat zijn mijn invulassociaties. Mm -hmm. Eigenlijk heb je nu een positie waarin je heel veel, nog steeds heel veel ziet. En je wilt ook heel veel overbrengen. Mm -hmm. En nu doet die spraak het bewijzen van spreken. Maar, maar er valt nog steeds veel meer te zeggen. Make sense? Zeker. Ik denk dat het voor mij dan ook wel wat logischer maakt dat ik op een gegeven moment zei van, ah, ik wil de kansen pakken om meer te kunnen spreken. Dus uh, spreken was altijd een angst voor mij. Mm -hmm. En toen had ik een boek gelezen over Brian Tracy, en dat ging dan ook over spreken. En die zei gewoon, van, ja, elke kans die je hebt om te spreken, moet je aanpakken. Maar en dat ben ik vervolgens... Uh, Misschien te agressief, misschien ook niet te agressief uh, gaan opvolgen. Uh, en elke presentatie die ik kon geven, ging dan geven. Ook al had ik, was dat een van mijn grootste angsten. Uh, maar nu jij zegt inderdaad dat. Natuurlijk, ik heb ook een gedeelte, inderdaad, dat ik wil laten zien. wat mijn gedachten zijn, of hoe ik ergens over denk. Ik denk dat dat inderdaad ook wel een onderdeel is waarom ik uiteindelijk. Ook hierin uh, ben gekomen tot waar we nu zijn. Ja, dit gaat eigenlijk best natuurlijk. Mm -hmm. in, in a way. Dus er is een, een grote drang in jou om ook uit te dragen. Iets, een, ja. Al de mate van expressie. Van wat je ziet, wat je weet, wat je innerlijk weet. Mm -hmm. Ja, ik merk wel dat als ik... Het is wel interessant wat je dat zegt. Ja, als ik bijvoorbeeld echt niet dus niet hoeft te ondernemen en ik heb gewoon tijd dan vind ik het leuk om aan zelfontwikkeling te zitten maar vind ik vind het ook leuk om te schrijven dus mijn gedachten uit te schrijven uh, doe Zeg van. je geen woord met je mond eigenlijk eigenlijk ook niet maar ook wel uh, toch wel een bepaalde vorm van uiting dan zeker weten ja en doe je dit dan met je ogen open ogen dicht uh, het schrijven doe ik met mijn ogen open maar uh, ik het kost wel het kost wel moeite zeg maar dus ik moet er wel altijd gewoon goed over nadenken wat ik dan precies wil uh, uiten. Uh, het gaat niet gemakkelijk of zo. Nee. Dat inflatie de waarde van je geld volledig om zeep helpt, dat hoef ik jou waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar gelukkig is daar een oplossing voor. Ik beleg zelf namelijk een deel van mijn vermogen in edelmetalen. En dan vooral goud en zilver bij Gold Republic. En dat doe ik om mijn vermogen te diversificeren. Maar daarnaast ook om het wat minder volatiel te maken. Want crypto is superleuk als het stijgt. Maar het kan op een dag ook 40% dalen. En dan wil ik niet dat 40% van mijn volledige vermogen in rook opgaat. Daarnaast zijn edelmetalen, zoals goud bijvoorbeeld, ook een goede bescherming tegen financiële of bankaire crisis. Daar kun je ook wat van denken de laatste tijd. En bij Gold Republic kun je al vanaf 50 euro in edelmetalen beleggen. Je bent verder altijd 100% juridisch eigenaar van je eigen edelmetalen. En je hoeft het goud niet zelf ergens thuis op te slaan met alle risico's van dien. Dus klik op de link in de beschrijving om een gratis account te openen. En met de code LOTGENOTEN15 krijg je 15% korting op de transactiekosten van je eerste aankoop. Is er iets van pijn die je als het ware kan, kan voelen in je body? Is, is er iets van pijn in het hele verhaal wat we tot nu toe hebben? Waar je denkt ja... De, of het nou bloed is of een drukkende beursenplek. maar voel je ergens in het, in het verhaal wat we tot nu toe bespreken, zit daar iets van urgentie? Dat daar dat pijn op zit ook, waar als het ware waar je hart wel een beetje van aangaat. Ik merk wel dat. Ja, dit is wel. Mijn hart gaat ervan af. Aan. Ik heb ook het gevoel dat. Ja, dit is wel vaak een verhaal waar ik op terugval, wat ik over de laatste jaren wat meer heb ontdekt. Ik ben ook benieuwd of dit gewoon iets is wat ik mezelf heb aangepraat, van wat ik me nog kan herinneren van vroeger. Ja, of dat er nog. Uh, ja, toch wel dingen zijn die ik niet meer kan herinneren. Uh, want ik pak natuurlijk bepaalde elementen uit van... Hey, hey, wat is me echt opgevallen vanuit het verleden. Maar ja, ik denk dat uh, een onderdrukkende pijn... ik denk het wel. Ja, ik denk dat het een soort van motivator is... waarvan ik weet van oké, okay, het stimuleert mij... om nooit meer terug te gaan naar die ene plek waar ik ooit was. Met best wel ongesloten gevoel had ik daarbij. Van oké, okay, ik kan geen kant op. Hey, ik mag geen eigen keuze maken. Onder een stolp of zo, uit de kracht van het leven gehaald. Ja, ik denk wat, wat je net zei, expressie. Ja, op jonge leeftijd. Uh, ik wist niet goed. Ik had uh, een laag vocabulaire. Uh, ik wist niet goed hoe ik moest schrijven. Ik was niet goed in lezen. Ik was niet goed in praten. Eigenlijk gevangen. Dan, voel je, dan toen voelde ik me wel gevangen, ja. Dus dat was wel. Uh, ik denk, en, en dat gevoel, dat is wel een soort van. Dat is niet per se pijn. Maar het is niet het gevoel wat ik najaag. Ik wil juist daar zo ver mogelijk vandaan blijven. En hoe verder ik daar vandaan kom, des te beter voel ik me eigenlijk ook. Maar het is wel een vorm. Pijn is misschien niet het beste woord om je mee te identificeren, om het zo te zeggen. Maar, ja. maar, maar, maar wel intense onmacht. Je noemt ja. zomaar een heel rijtje basale functies die, die, die eigenlijk ontoegankelijk zijn voor je. Nou, ja. je hartstikke jong weentje bent. Ja. Wat aan de ene kant logisch is, want je bent jong. Dus je kan ook nog niet zo heel veel. Of je mag ook nog niet zo heel veel. Het er vanaf wat je helemaal wil van boven. Ja, precies, <laughs> precies. Maar dat is dus nu. Uh, nu Ken je een zekere gevangenschap of, of, of onmacht dat je gevoelig bent voor. Ik heb eigenlijk een grote kracht in mezelf. Ik wil iets, om het even populair te zeggen, manifesteren, materialiseren, neerzetten. Mm -hmm. um, maar ik loop tegen boundaries aan. Is, 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 dat, is dat een, 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 een pijnas voor jou, om het zo te zeggen? Ja, dat is wel een goede, een goede manier om dat te zeggen. Want je weet dat er meer in zit. Dat je verder wil. Dat je het verder wil gaan ontdekken. En ik was wel in de skills die ik op dat moment kon zien. Minder dan anderen. Waardoor ik toch het gevoel had van oké, okay, ik voel dat er veel in zit. Maar van mijn gevoel, of tenminste wat ik, tenminste van binnen, wat je net aangaf, dan eigenlijk wel goed. Van, ja, van binnen voel ik dat ik heel veel kan. Maar van buiten wat ik observeer, van hoe anderen op mij reageren, merk ik dat dit best laag zit en gewoon ja, toch wel. Uh, ja, wat je gewoon ook hè, observeert, wat je ziet, hoe mensen op je reageren, ja. Doet me denken aan, uh, aan het simpele woordje zelfbeeld. Dat, dat, dat misschien is zelfbeleving of zo een beetje een beter woord. Omdat zelfbeeld alweer zo plat gepraat is. <laughs> Al die woorden, leiderschap, trauma, persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn allemaal duizend miljoen keer gebruikt. Zelfbeeld, een beetje hoe kijk je naar jezelf. zit daar natuurlijk in. Hoe, be hoe beleef je jezelf? Um, uh, ik denk dat het nogal eens overlooked wordt. dat daar ook een component in zit. van welke spiegels krijg je? He? Dus met andere woorden. Het is niet een soort idee van, joh, welke mindset heb ik over mezelf alleen. Maar voor jonge kindjes staat dat natuurlijk allemaal in, 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 een, in een sociale context. Je bent nog veel afhankelijker. Je krijgt van je hechtingsfiguren de spiegels aangereikt. Van je peergroep de spiegels aangereikt. Van, van, je spiegels aangereikt, van uh, how you're holding up, hè? Om, om, om het zo te zeggen. Ja. Zijn daar spiegels voor jou, als het ware, geweest in je opgroeien die ook bevreemdend waren? Of die een soort van. Beeld aan je reflecteerde, waarvan je dacht: Ja, maar daar, daar voel ik helemaal geen innerlijke herkenning bij. Dat, 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 dat correspondeert niet, dat resoneert niet. Zitten daar wat dat betreft barsten in de spiegels of, of soort van uh, scheurtjes, gaatjes in, 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 in je hele zelfbeleving? Hoe jij jezelf ervaart en hoe bij wijze van spreken de buitenwacht op je reageert. Ja. Het is een. Eentje waar ik niet zo vaak over heb nagedacht. Maar als ik kijk naar... Als ik zelf ergens serieus om ben, dan wil ik het graag. Dan wil ik het graag goed doen. En als het resultaat dan is dat mensen aangeven, hey, je hebt het. Niet goed genoeg gedaan. He, dat kan zijn in de vorm van cijfers. Uh, mensen die dan uh, denken dat je het hebt afgelabberd. Of hey, uh, uh, je krijgt niet datgene wat je had verwacht. Ja, dan krijg je inderdaad daar wel, krijg je daar wel barsten in, zeg maar. Als je denkt, hey, ik, doe, ik doe dit. En ik doe mijn uiterste best ervoor. En dan het resultaat is niet, zeg maar, daar. Ja, hoe is je body als we het daarover over hebben? Uh, nog steeds een beetje warm. Wel meer onderdrukkend. Uh, en nog steeds wel hier. Ja, je torso doet wel lekker mee, zeg maar. torso doet lekker mee, ja. Soms voel ik het ook een beetje over mijn lichaam, inderdaad. Maar, ja, uh, ja, ja. Het ja, ja. zou gek zijn hè? Als, als ons geestelijke leven niet door zou trillen... In, uh, in je fysieke body. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat uh, innerlijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, maar ook, ook een bedrijf bouwen. Een bedrijf zit in je lichaam. Hè. Het, het, is, het is al heel wat in de organisatiewetenschap: heb je wel living systems. Hè. Denken in, in, in een, een, een organisatie kan ziek zijn, kan gezond zijn, kan floreren. kan klachten hebben, of, of trauma's zelfs, organisatietrauma. Maar ik denk bij een ondernemer. Als je met een ondernemer werkt, dat bedrijf, dat is zo eigen. Dat zit ook gewoon in je body. Mm -hmm. Hij heeft een kop en een staart, een, een kop en een kont. Uh, een middenrif wat vol zit met emoties en onderdrukkingen. Of wat lekker stroomt, waar liefde in zit. Uh, ja. Uh, zo maar even tussendoor hoor. Omdat we naar je, naar je lichaam gingen. Ja. Uh, Geeft het associaties? Ja. Ja. Ik, uh, ik merk dat... Ik, een vrij... ik kon vrij onrustig zijn van binnen, vroeger, maar nog steeds van buiten het niet per se wilde laten zien. Of in het verleden wel heb laten zien, maar dat, uh, ja, dat ik dat over tijd toch heb aangeleerd. Van oké, okay, het is prima wat je van binnen voelt, maar dat hoeft niet per se naar buiten te reageren. En ik meet dat dat ook in het bedrijf altijd zo is. Van, en het werkt op meerdere manieren. Van hey, ik kan mij niet het beste voelen wat ik me ooit heb gevoeld, maar de rest van het bedrijf hoeft dat niet te weten, want dat is niet ten voordele van het bedrijf. Het bedrijf steunt toch op jou uh, om te zien: van oké, okay, waar moet je naartoe gaan? Hoe ga je beleven? En... Ik weet wel... Als ik... Gekke sprongen ga maken... Dat dat... Je vertrouwen kan verscheuren. En ik denk dat het zo werkt... Voor mezelf... En voor anderen. En dat kan voor anderen... Kijk, voor mezelf is dat... Als ik verwacht dat ik op een bepaalde manier ben... Maar dat uit ik niet op die manier... Um, dan klopt dat niet bij mijn zelfbeeld. Dat is al één. Dus ik... Verwacht gewoon van mezelf dat ik op reacties of op uh, situaties rustig kan reageren. Als we dan in één keer heftig gaan reageren, ja, dat klopt dan niet helemaal. Dus dan zit daar wat onder. Uh, maar ik vind het ook belangrijk om dat natuurlijk naar personeel uit te dragen: naar het team, uh, naar de kijkers, uh, naar vrienden, naar familie. Ja, zeker wel. Mag ik een, um, een, een soort tussendoor samenvattingje misschien geven? Van wat ja. voor lijnen pik ik eruit, wat ik, ja. wat ik, wat ik hoor? Ja, want het is misschien voor de kijker ook goed. Wij kunnen natuurlijk niet in één in, in, in aflevering bij wijze van spreken... Uh, is even live uh, hypnotherapie, brainspotting <laughs> of, of wat dan ook gaan doen. Het, het, het zal de vorm van een gesprek hebben. En we leren elkaar ook kennen ga, gaandeweg... Um, het is ook wel organisch, denk ik. Ik ben niet zo'n liefhebber van het idee van nou, eerst een hele intakeprocedure. En dan pas wordt het plan gemaakt. Het, het leven stroomt ook voortdurend en is allemaal cyclisch en, uh, en zo. Um, maar hopelijk geeft het wat, wat, wat tools om, om als het ware een klimbandje, zeg maar, waar we op verder kunnen klimmen. Um, de vraag die ik wel heb bij je. Um, en het antwoord is tot op zekere hoogte altijd nee, omdat we allemaal in een eindeloze ontwikkeling staan. Maar de, de vraag die ik wel heb is: komt eruit wat erin zit? Uh -huh. uh, zou je nog dichter bij jezelf kunnen komen? Waarmee dit pad nog aan, aan belevingsdiepte en, en kracht gaat winnen? Dat is een vraag, geen oordeel. Ja. Um, nogmaals, met op de achtergrond dat true potential uh, dat, dat herinnert mij voortdurend hoe belangrijk dat is. Um, ik heb wat thematieken gehoord waarvan ik zou denken bewustzijnsonderdrukking. En dat zijn mijn woorden natuurlijk, maar misschien ook een beetje breder uh, in het kader van lotgenoten. Uh, ik werk met grotendeels ondernemers en leiders in het bedrijfsleven. Heel weinig publieke sector. Heel, 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 uh, het is niet, uh, niet dat het niet kan, maar gewoon in de minderheid hè, en meestal toch ondernemers die hun eigen lijn, hun eigen energie neerzetten. Uh, en dat moet natuurlijk als een olievlek doorcijpelen in alles... Hè? ook een beetje de voortplantingsgedachte op dat gebied... Um ik denk dat het heel, heel belangrijk is, uh, wij praten vaak, uh, ook in ons voorgesprekje gesprekje even over uh, vloeiaar tranen, of, of, of uh, uh, als het om trauma gaat bijvoorbeeld, is er een aanwijsbare gebeurtenis, of, of is er iets ergs gebeurd, leidt dat dan altijd tot trauma-gerelateerde blokkades, Nou, daar kun je eindeloos over praten. Ja. Uh, waar, waarom wel, waarom niet, hoe dan, en, en, super dynamisch gegeven. Um, in jouw geval denk ik, uh, de onmacht die je op jonge leeftijd uh, ervaart. Ik, ik hoor de notie van een heel jong al tegen het systeem, wat het dan ook mogen wezen aanlopen, maar toch de, de density en het onderdrukkende. Je gebruikt het woord ook een paar keer, als zoveel over je body gaat. Onderdrukkende karakter. Mm -hmm. uh, een, vri een vrije geest in een kooitje, om het zo te zeggen. Ja, ik kan je afvragen of dat niet voor het hele onderwijssysteem geldt, maar wij hebben nu dit gesprek we hebben nu we hebben nu over jou. Um, Alsof er toch al elementen van zelfverlies in je jonge verhaal zitten. Mm -hmm. En je kunt jezelf natuurlijk nooit echt verliezen, maar in ieder geval misschien de, de access daartoe of de verbondenheid daarmee verliezen tot op zekere hoogte. Mm -hmm. uh, waar je nou in een hele andere beweging zit. Hè? Dus we zijn natuurlijk maar naar de roots aan het blikken. Die thematiek ook wel van waarheid overdragen. De, de, de adeldom verplicht en het, het, het uitdragen ook met, met spreken bijvoorbeeld. Uh, je hebt toch echt een podium met de Lotgenoten podcast. Mm -hmm. um, waar ook een purpose, daar, daar, daar klinkt een bezield aspect in door. Eh? Als, uh, dat, 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 dat trilt op een bepaalde manier veel meer betekenisvol dan alleen maar met een gast of alleen maar je audience. Nee, dat, dat is een, een, een beweging, een tribe waar je mee, waar, waar je mee verbonden bent en die waar je van houdt, die je beste gunt. Mm -hmm. um, maar ook het stukje, soms, uh, ik noemde het net een stop. Soms zien mensen op jonge leeftijd al van alles. Uh, om het even heel plat te zeggen, zien hoe kut de wereld is. Zien wat er allemaal niet klopt. Maar ze leven in een omgeving waar dat niet wordt gefaciliteerd om dat zelfstandige waarnemen te, 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 te ontwikkelen. Want dat is, dat is niet handig. Of papa en mama doen dat niet op jouw manier. Of de meeste en je vrouw ook niet. Of je, je bent daar in een, ja, een loner die. Die een andere, andere betekenis geeft aan het leven, om het zo te zeggen. Ik ga een beetje aan bij jou op het idee. Je hebt al jong heel veel gezien. Ja. En dat maakt je op een bepaalde manier bewust van dingen. Uh, je opmerking over. Ik weet ook niet of ik alles weet van vroeger. Ja. Uh, heb ik dan een, een zwart gat in mijn tijdlijn, om het zo te zeggen? Hè? Dat vragen mensen natuurlijk wel eens. Ja. Zelfs als je dat zo hebt, is altijd de vraag. Uh, uh, ja, welk doel dient het als we als we dat zouden kunnen uncoveren? Ik denk wel dat je dat altijd in het licht van een bezielde missie moet zetten. En niet als, als een lolletje op zich als even lekker moet gaan graven in uh, idealiter komt het voort uit de urgentie van het leven nu uh, en doen we dat niet het doel op zich. Ja. Um, maar dat lichtaspect, dat springt de, bij mij, luister het naar jou wel uit? Het klinkt alsof je nog een beetje. Uh, op punten ook vastloopt met hoe kijk ik eigenlijk naar mezelf? Wat weet ik van mezelf? Wat zie ik van mezelf? Mm -hmm. Maar in potentie zie je ook heel veel. Goede bullshit radar, uh, goed als het om systemen, constellaties, anderen gaat, goed een beetje door de buitenkant heen kijken. Bij jezelf lijkt dat nog op vlakken ook een beetje lastig. Klopt. Uh, maar goed, dit zijn natuurlijk allemaal invullingen van mijn kant. Dus je mag je verdedigen eh, in een minute. Nou, ik vind het, uh... Maar dat lichtaspect, dat bewustzijn, hè, het, het is in mijn ogen, als je mij ook zo vraagt wat raakt mij, mm -hmm. um, wordt heel veel bewustzijn onderdrukt. Het, als het, ware, het is een groot goed dat je in je velletje kan knijpen en kan zeggen: jongens, dit is toch mijn joker. dit is toch de wereld op zijn kop, wat zijn nou eigenlijk aan doen. Hè, een stukje wakkerheid, om het zo te zeggen. Ja. Nou, daar ga ik in jouw verhaal op aan. Nu wil jij weer. Er zijn veel punten. Uh, inderdaad over een bepaalde gevoel van onderdrukking hebben. Ik merk wel dat ik in mijn leven constant bezig ben inderdaad om, dat, om die onderdrukking weg te halen. Tegelijkertijd ben ik heel erg bezig om naar de toekomst te kijken. Van oké, okay, uh, hoe kan de toekomst eruit zien? Tegelijkertijd wil ik de wereld van nu ontdekken. Hoe het gewoon... Wat de waarheid is, zeg maar. Wat, wat is de realiteit? Waarheid. Ja, wat is de waarheid? Wat is zeg maar. Wat zijn je echte gedachten? Hoe voel je je echt? Hoe zit je echt in elkaar? Uh, en als ik meer op mezelf betrek, wat wil ik echt in het leven? Uh, wat vind ik belangrijk in het leven? Zijn er dingen die ik nog niet heb ontdekt die ik wel belangrijk vind om te ontdekken? Nou, ik ga uh, ook weer met een. Andere coach binnenkort uh, meerdere sessies samen zitten om een helder beeld te krijgen van oké, okay, wie is Koen nou precies? En wat wil Koen? En om zo'n helder mogelijk visie te gaan creëren voor mezelf, om dat ook wel weer toe te kunnen passen op het bedrijf. Want ik merk dat uh, bijvoorbeeld, Jaro is daar veel mee bezig. En ik denk van ja, het stimuleert mij ook weer om weer verder te. Kijken en te denken van oké okay, ja, voor mij is het ook nog niet goed beantwoord. Ik weet eigenlijk ook niet echt wat ik nu met ondernemen echt leuk vind of minder leuk vind. Of dat, het, dat ik iets doe omdat het gewoon moet. Of dat het komt uit onzekerheid dat ik dan denk van ik moet dat juist gaan doen. Dus dat zijn veel vraagstukken voor mezelf. En ik streef het wel allemaal na inderdaad omdat, om daar meer helderheid in te krijgen vanuit het verleden van oké okay, wie was ik nu van oké okay, hoe is de wereld nu en wie ben ik uh, om een goed beeld te gaan creëren voor de toekomst hmm. uh, ik heb nog vele jaren te gaan ja. ik kan nog best wel een goede keuze maken over waar ik in het leven heen wil gaan ik weet en ik begrijp dat elke keuze zelfs in het ondernemen toch een soort van. Als je kijkt naar de wortels van een boom. Hij zegt: je splits je toch af om in een bepaalde richting te gaan. Ik kom wel op het moment dat ik echt een goede keuze moet gaan maken. Van oké, okay, hoe zie ik het nou eigenlijk voor me? En daar een helder be beeld van creëren. Heel veel ideeën bij. Maar waarheid sprong er ook uit. Is, is, is dat een, is dat een uh, kernachtig woord voor je? Ja. Ik had waarheid. het over licht, maar jij zegt waarheid, waarachtigheid. Waarheid, waarheid. 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 Waarheid is wel belangrijk, ja. Want eh, als ik jou daar ook de vraag over mag stellen: van ja, hoeveel dingen blijken de waarheid te zijn, waarvan je op je twaalfde levensjaar dacht: oh dit is de waarheid? Welke waarheden hebben zich vastgehouden van wat je toen dacht? Een mooie vraag. Ja, ik zou gewoon ook een uh, spontaan antwoord geven. In mijn eigen leven, als ik terugkijk. Um, natuurlijk als het over waarheid gaat, denk ik ook meteen aan illusies. Hè? Dus dingen waar je dan als je een jaar of een ontwikkelingsringetje verder bent, als het ware weer weer, weer een soort van overheen bent. Mm. Ik denk dat er in mijn leven heel veel, ik zou maar zeggen, polariteiten, dus schijnbare tegenstrijdigheden, spanningsvelden in mijn bewustzijn zijn geweest. Ik weet ook dat dat eigen is aan groeien, maar ik kijk nu terug naar mezelf die op het mentale, op het emotionele vlak zaten. Ja, dus hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijk ik naar de wereld? Um, ik herinner me bijvoorbeeld dat als het over zelfbeeld gaat, dat ik ben behalve psycholoog ook klassiek organist. Ja, dus ik heb een conservatoriumopleiding gedaan. Uh, eigenlijk kwam ik daarin terecht, uh, omdat ik doodongelukkig werd op de universiteit. Ik dacht, wat zit ik hier te doen? Met alle respect, pedagogische wetenschappen, 700 vrouwen en 7 mannen bij wijze van spreken. <laughs> doodongelukkig, schoolse toestanden. Toen ging ik voorspelen aan het conservatorium en ik weet nog hoe verbaasd ik was dat ik met vlag en wimpel werd binnengelaten. Want dat was echt, ja, ik deed het uit de nood geboren. Ik dacht, jongens, ik word doodongelukkig. Ik ga, ik ga mijn hard maar weer volgen. Ik ga iets met muziek doen. Maar dat zegt wel natuurlijk iets over de scheefheid in mijn zelfbeeld. Ja. En ik denk dat zulke illusies en zo, dat ik die op het mentale en emotionele vlak veel gehad heb, over het hogere, over God. Ik ben in die kerk opgegroeid, zal ik maar zeggen. Uh, en God is ook in de loop van de, de jaren een... Andere beleving voor me geworden. He, dus ik breng het helemaal niet in termen van. geloof ik daar wel in? Geloof ik daar niet in? Ik zou zeggen: ja, daar geloof ik wel in. He? Maar de manier waarop. dat, dat, dat het is net als met ademhalingsoefeningetjes, weet je wel. Hoe langer je aan het puffen bent, hoe dieper je in je body zakt. Mm. Ja, zo ervaar ik eigenlijk het hele pad naar. Ja, bewustzijnsontwikkeling ook. Heel veel dingen. they don't disappear. Maar ze worden meer. Ja, misschien simpeler. doorleefder. Zo, uh, coherenter, het integreert meer. Mm -hmm. Ja, en een hoop dingen waar ik vroeger scherp in was. Dat ik dacht van: ah, dit kan niet, dat kan niet, en zo. Ja, dat wordt allemaal een keer omvergekikt, natuurlijk. Ja. Uh, ja. En wat staat er nog? Nou, in zijn oorspronkelijke gedaante, dus eigenlijk niks. Denk ik. Mm -hmm. Maar er waren wel altijd glimpses. Dat je als het ware toch voelt, ik weet ook nog wel dat ik. Als tienjarig jongetje in de kerk zat, bijvoorbeeld. en dat daar toch doorkijkjes waren. Ik dacht, oké, okay, this is for real. Terwijl ik nu denk, er waren ook heel veel dingen die ik niet meer als dusdanig zou kwalificeren. maar in alles zit ook wel waarheid. en kennelijk kan je dat, althans ik voor mezelf spreek. ook wel voelen van oké, okay, dit klopt of zo. Destilleren van, van wat makes sense. en wat blijft hangen. Mm -hmm. Ja, spo spontaan antwoord. Is er een antwoord? Dat is een antwoord. Dus je geeft ook gewoon aan van nou luister om mijn twaalfde. Dacht ik wat de waarheid was, waren er ook illusies en ook dingen, oh, mooi, die ik vaak moest puffen om eigenlijk uh, diepgang ja. te kunnen creëren. Te zien van oké, okay, misschien is het wel de waarheid, maar is het nog niet de volledige waarheid. En moet ik dat nog ontdekken? Valt het dan zo goed samen? Ja, in alle nederigheid. Ik heb niet de illusie dat ik ooit dat grote wijdse geheel kan, kan bevatten, maar ik hou er genoeg van om er simpelweg mee bezig te zijn. Precies en dat vind ik wel het leuke aan ondernemen van oké okay. ik denk dat uh, heel veel dingen voor jou zijn gemaakt want mensen hebben het beste met je voor en ik denk dat een individu aan een ander individu als ze de keuze moeten maken zonder omgevingsfactoren het beste voor je voor hebben maar ik heb ook onderzien als je gewoon kijkt naar de wereld en gewoon realist, realistisch kijkt dat heel veel mensen wel weten wat de beste keuze is, maar een andere keuze maken. En dat heb ik eigenlijk ontdekt, gewoon op elk vlak van het leven. Van, ja, je hebt een educatiesysteem, wat niet is gemaakt voor jou, maar gewoon om ervoor te zorgen dat je wordt opgeleid om te kunnen werken. om vervolgens 40, 50 jaar te lang te gaan werken. Niet om ervoor te zorgen dat jij gelukkig bent of dat je geld verdient om een gelukkig leven te leiden. Maar gewoon om jou aan het werk te zetten. Om een maatschappij uh, ja, toch wel in leven te, te houden. Uh, waarin ze niet bij om omkijken naar jou als, als, he, als individu, als persoon en het beste met je voor hebben. Maar jou gewoon vaak ook, als je kijkt vanuit ondernemerschap, zien als een product. En kijk van oké, okay, wat kan ik eruit halen? Wat kan ik ermee verdienen? En dan eigenlijk op elk vlak als je kijkt naar voeding. Als je kijkt naar uh, entertainment, als je kijkt naar sociale interacties, als je kijkt naar geopolitiek en wat daar allemaal gebeurt. Het hele beeld wat ik toen destijds in mijn jeugd had. Dat werd al. Nou, toen, uh, hè, op een gegeven moment ga je een beetje YouTube ontdekken en dan ga je een beetje video's kijken. En dan zie je ook een documentaire van Zijdkeist. Nou, dan zie je gewoon onderdelen over het geloof, over geopolitiek, over gebeurtenissen. Um, waarvan jij denkt, oh, dit is de waarheid, en zij laat eigenlijk zien dat het is eigenlijk niet de waarheid, dit zijn de argumenten waarom het niet waar is, en dit kan het ook zijn. Ja, en als je, als je dat bij elk onderdeel gaat toepassen, dan denk ik wel in één keer van oké, okay, het leven is toch wel een stukje groter dan ik dacht. Ja, het is dus een, een spontane reactie. Ik, ik ben heel blij dat ik in de, in de therapie-setting of in de coaching-setting veel pijn tegenkom, want mm -hmm. juist pijn maakt vaak wel eerlijk, en je kent vast de uitdrukking schaduwzijde. Eh, alles waar het licht niet lekker doordringt, zeg maar. Maar er is natuurlijk zoveel in verdomhoekjes. waar niemand aan denkt of durft te denken. Ja, daar floreert dat het meest. Uh, gelukkig heb je hier volgens mij geen grote tapijt liggen. maar er gaat al wat onder het tapijt. <laughs> en um, ik denk dat. als je pijn, ik bedoel innerlijke pijn dan eigenlijk, hè, uh, een soort van kan gaan zien als een. Als een, als, een, als, een, als een lead magnet <laughs> naar, naar, naar de binnenkant toe, dat je denkt: oké, okay, dit wringt voor een reason. Uh, ik denk wel dat, dat dat. Want je kunt ook denken aan de, aan de complotachtige gesprekken. Hè? Ik, ik kwalificeer het bewust zo, want ik voel me inhoudelijk met heel veel complottheorieën best in behoorlijke mate verband. Alleen de manier waarop dat functioneert. Mm -hmm. uh, kan het zichzelf ook makkelijk vergiftigen of ontkrachtigen. En, en nou, die fase zitten we ook volop, denk ik, dat mensen dat, dat uh, zeker doorhebben. Ja. Uh, ik, ik denk dat pijn ons ook helpt om als het ware belichaamd te blijven. Dat het niet een soort mentaal construct wordt. Hè? Want op een gegeven moment kan je daar ook honderd mee worden. Met allemaal mentale constructen hoe de wereld in elkaar zit. Maar dat je zwaar ook voelt dat dat, 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 dat dat je persoonlijk raakt. Dat, 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 dat hij bij jou, bij Koen of bij mij, bij Dirk-Jan binnenkomt. Ik denk dat daar uh, die, die realiteit met al zijn uh, butsen en deuken en zo, daar wordt hij werkbaar, wanneer we hem eigenen. Mm. En, 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 en dan zoeken van wat is mijn plaats daarin? Of, 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 ja, en waarom zie ik dit? Um, Makes sense? Ja. En bij jouw verhaal, uh, als ik zo vrij mag zijn, ik, ik, ik had nog een klein doorkijkje als we tijd hebben. richting. Zeker, we hebben uh, genoeg tijd nog. Ja, 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 ongelukkig. Nou, je zei we gaan ons laten coachen, of ik ga me laten coachen om nog eens te kijken: hè, van, van, van uh, wie ben ik nou eigenlijk, of waar moet het eigenlijk naartoe, uh, doel, purpose, gaan ga ze maar door. Um. Psychologie, ik hou toch wel van psychologie, want dat betekent letterlijk natuurlijk de wetenschap van de ziel of van het zielenleven. Ik denk dat alles een zielsaspect heeft. En dat de, de, de grote killer is dat de, de, de ziel of het levensaspect. Denk aan managementlagen, denk aan een, aan een, aan een financieel systeem. Denk aan de, de, eigenlijk ook in ondernemerschap trilt heel veel ziel. En natuurlijk trekt een overheid daar altijd de ziel uit als het even kan. Maar ja, het bloedkruid waar het niet gaan kan hè, dat maakt ons lotgenoten. Um, dat zielsaspect dat is denk ik superbelangrijk. Dan voel je dat het dat het levend is, dat het alive is, hè? Dat, dat, dat je kan voelen dat het tintelt zeg maar, stroomt. Maar um, als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, wat natuurlijk ook een enorme branche is, um, denk ik dat um, er grofweg twee lagen in zijn. Dan ga ik ook even een beetje denken over persoonlijke ontwikkeling hierbij betrekken. Misschien voor de luisteraars ook wel leuk. Um, er wordt vaak over het ego gesproken bijvoorbeeld. Whatever that may mean. He, want mensen leggen dat ook weer op hun eigen manier uit. Maar vaak zie je wel wanneer mensen in een persoonlijke crisis raken, in een zakelijke crisis. of juist wanneer het niet slecht met ze gaat, maar het gaat heel goed met ze. He, dat is niet minder belangrijk. Dat er een heel uh, stromeland wakker wordt zeg maar, in je leven. en da dat je wat moet, dat je moet navigeren. Ik denk dat er dan wel een bepaalde gelaagdheid te zien is in wat je gemakshalve, denk ik het persoonlijke aspect en het persoonsoverstijgende overstijgende aspect zou kunnen noemen. En voor mijn part kan je dat ook het ego en de ziel noemen. Of, of, of andere mensen zouden misschien toch weer makkelijk over geestelijk spreken. Ik geef niet zo om die woorden. Maar het idee dat daar bijvoorbeeld met, met jassen, hoeden, petten... hoe breng je mensen in kaart, teamrollen, kleuren, een discmodel en zo met alle respect... relatief statisch, uh, als je het in zijn, zijn simpele manifestatie gebruikt. Maar juist trauma, juist levenscrisis, uh, bewustzijnsontwikkeling, maakt ook dat je innerlijke realiteit verandert, dat je leven verandert. Dus eigenlijk dat hele plaatje van wie ben ik en waar, waar moet ik naartoe, voor ondernemers superbelangrijk. Ja, op een gegeven moment heb je je aanvankelijke doelstellingen wel behaald, waarom ben ik dan nog onvervuld? Nou, uh, het kan zijn dat daar als het ware nog een diepere laag ook zit in uh, wat is nou eigenlijk het leidmotief in mijn leven? Waar komen al die dingen samen? Mm -hmm. waar, waar gaat mijn bestaan eigenlijk over? Ik denk dat het heel belangrijk is, hoe je, het, hoe je het ook went of keert, hoe je het ook doet, dat je die laag, zeg maar, waar voor, voor jou, Koen, waar jouw meest moeilijke uh, aspecten van het leven so far, die, die zitten in je zielsmissie, om het zo te zeggen. Mm. En, en dan kun je debatteren over, waar ze er dan met een reden en zo. Nou, dan worden we filosofisch. Maar ik ben benieuwd of je daar gedachten bij hebt. Bij het, bij het idee dat alle pijn... Uh, Barrières uh, en zo, die je tot nu toe hebt ervaren. Ik denk dat die super vormend uh, voor je zijn geweest. In een positieve zin, hè? Ja, zeker weten. Vooral nooit weghalen, weggummen of wat dan ook. Integreren. Um, zit daar een gevoel bij als het gaat over je, je levensmissie, je ondernemersmissie? Komen hierin al dingen samen, denk je? Als ik kijk naar... Als ik kijk naar... Waar ik naartoe wil en hoe het verleden eruit heeft gezien. Dan denk ik wel inderdaad dat daar wel een uh, mooi patroon in zit. Een rode draad waarin ik zie dat. Ja, voor, ja, als we dan terugkomen toch wel op het stukje onderdrukt te voelen. En nu steeds, steeds meer expressie kan tonen. Ja, ik denk dat dat in de toekomst... Nou, in de nabije toekomst wordt het sowieso meer... In de verre toekomst kan het ook meer worden, maar misschien in andere vormen. Ja, en, ja, wat voor gevoel ik daarbij heb? Ja, tuurlijk heb ik van moment tot moment een warm gevoel bij, uh, bij hetgene wat ik doe. Hè, het voldaan gevoel. Ik moet ook wel zeggen, ook al is het met jou erover. Ja, het is ook wel. Een ondernemen is natuurlijk ook veel onderdrukking, want je wilt ook niet elk ding dat je gaan voelen. Dus van, van tijd tot tijd ervaar ik het wel. Maar ik heb ook vaak gewoon dat ik leef met de dag en niet te veel wil voelen. Want dan ga ik te veel aandacht daaraan besteden terwijl het niet altijd even functioneel is. Toen ik begon met ondernemen had ik één grote droom. En dat is niet 10k per maand verdienen, geen dikke Rolex of een villa in Bali. Ik wilde gewoon fulltime ondernemer zijn. Dat leek me prachtig. En mij is het uiteindelijk ook gelukt om die droom te realiseren. En daar wil ik jou ook bij helpen. Het kan namelijk zijn dat het je momenteel niet lukt om genoeg te verdienen met je bedrijf om ervan te kunnen leven. En ja, de vraag is dan: hoeveel zou je dan ook nodig hebben om van je bedrijf te leven? Want waarschijnlijk maak je elke maand wel omzet, maar blijft er te vaak aan het eind van de maand geen geld over op je bankrekening. En dat is frustrerend hè? En de kans is heel groot dat het deels ligt aan het feit dat je niet genoeg inzicht hebt in je financiën. Want winst en verlies uitrekenen, dat lukt je waarschijnlijk wel, maar cashflow, daar gaat het regelmatig mis. En daarom hebben wij samen met Kelt een cashflow sheet gemaakt die je gratis kunt downloaden in de beschrijving. Zo weet jij precies hoe je cashflow is en kun je financieel een gezond bedrijf bouwen. En kom je er dan achter dat je toch een cashflow probleem hebt? of dat je gewoon meer cash nodig hebt om te investeren in je bedrijf, dan is kelt de partner die je zoekt voor bedrijfsleningen. Doe een aanvraag binnen een minuut, krijg binnen een uur antwoord en ontvang binnen 24 uur je geld. Geen verborgen kosten, lange looptijden of andere onzin. Gewoon eerlijke leningen voor hardwerkende ondernemers. En doe je vandaag een aanvraag via de link in onze beschrijving, dan betaal je de eerste maand geen rente en geen aflossing. Ik denk dat dat heel herkenbaar is. Hè? Dus, ja. dus het uitvoerende aspect, het krachtsaspect op de korte termijn, wat bij de meeste ondernemers wel aanwezig is. Ja. Ja. En misschien krijg je juist wel pijn, om het even zo breed te kwalificeren, die je dan dwingt om naar binnen te gaan en weer te herkalibreren, om het zo te zeggen. Van waar zit dat purpose nou? Hoe is je body intussen, onder de stropdas? Onder de stropdas. Stropdas maakt het wat strakker, hè? <laughs> Maar, uh, ja, goed. Ondertussen soms uh, helemaal als ik flink moet nadenken, dan een wat meer opgejaagd gevoel. Mm -hmm. Omdat ik dan, klinkt gek, maar het juiste wil denken. En toch wat tijd kost om vaak tot zulke gedachten te komen. Uh, wat ik net ook aangaf, ja, ik... ik het klinkt gek, maar ik, ik vind het fijn om vaak gevoelens wat meer te onderdrukken. Uh, ook herinneringen. Zeg maar van, ik vind het verleden hartstikke mooi wat er is gebeurd. Natuurlijk heb, heb ik uh, herinneringen die af en toe naar boven komen. Maar dat, uh, ik vind het fijn om gewoon te kijken. We zitten in het nu en waar gaan we naartoe? Zeg maar. Dat geeft mij het meeste energie. En voelt je, ik zou maar zeggen, je lichaam, hè? voelt dat dan, ook als het hier om gaat, is dat, is dat dan uh, je vriend? Of onder voorwaarden? Um, zo, dat is wel een goeie. Ik denk dat mijn lichaam niet per se, als ik kijk naar gevoel, niet per se een vriend is. Ik denk waar hey, emoties die ik voel in situaties dat dat niet altijd in lijn ligt met hetgene wat op dat moment handig is voor de situatie. Oh ja. Ja. En je hebt de mentale vermogens om dat dan even te parkeren of te onderdrukken of, of wat dan ook even weg te gaan. Ja, altijd wel. Hm. Negen van de tien keer. Natuurlijk zijn er momenten, ook wat wij van tevoren zeiden in dit gesprek, waarin ik dat ook wel totaal open laat. Dus dan doe ik ook wel dat deurtje open. Hm. Dus dan. Ook wat we nu doen, hè, dan haak je juist ook meer naartoe. Maar vaak is het wel zo dat ik dat wegdruk en het rationele oproep, omdat ik. Ja, één, uh, emotioneel reageren hoeft niet per se de juiste reactie te zijn om, uh, voor, voor een situatie, in relaties niet, in, in, in een bedrijf ook niet. Oké, okay, point taken. Ben ik helemaal, helemaal met je eens. Hè? In de zin van de knip die mensen vaak zetten tussen het mentale en het emotionele. Nee. Uh, het verstandige en het huilie-huilie. Om het even, ja, even ja, zo te ja, ja, ja. Ik ben geen liefhebber van emotiecultuur. Om het zo te zeggen. Ook niet in therapie. Denk, nee. uh, maar uh, daarom vroeg ik naar je lichaam als vriend. Hè? Want ja, iets ja. kan wel embodied zijn. Ja. Uh, je gedachten zitten ook in je lichaam, bij wijze van spreken. Kun je ook mm. voelen, resoneren of wat dan ook. Ja. Um, ben je ervan bewust. Of en waar je uh, as we speak iets onderdrukt in je ervaring. Dus of in dit gesprek gewoon iets onderdrukt is. Ik ga ervan wordt. uit dat wij allebei altijd in enige mate iets onderdrukt. <laughs> maar, 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 maar omdat je er zo over spreekt, <laughs> ja. kun je als het ware in je body nu een locatie voelen waarvan je denkt: ja, daar zit wel een beetje een, uh, een, een deksel op de pot. Of daar hou ik hem even een beetje binnen. Zo, ja, dan... Uh, Waar zou je dan naartoe schieten? Ja, ik denk ook wel... Uh, ook wel weer, ik denk iets lager. Het ja. zat wat minder hard. Ik denk nu wat meer uh, iets te eronder. Um, ik doe met je mee, ja. En uh, een stukje ook in mijn hoofd, denk ik. Ja, ja. Uh, ja. Daar ja. ook, ja. Dat zijn wel de twee plekken. Ja. Ja. Ik was zelf uh, 21, 22 of zo. Toen uh, was ik uh, uh, net, denk ik, klaar als psycholoog. Ik begon net. Heb ik in een gaatje in de deur geslagen. Het was niet een hele dikke deur hoor, maar maak je geen zorgen. Maar in ieder geval, het, het was wel een soort van uh, wake-up call. Dat ik dacht van, jeumig, als ik dat doe, dan moet ik eigenlijk wel even in therapie. En natuurlijk hoort een vorm van therapie wel een beetje bij ons vak. Maar toen dacht ik, 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 ik loo iedereen uh, onder tafel. Niet omdat ik zo goed ben, maar meer omdat ik mezelf voor de gek kan houden. Ja. Ik moet dus een keer naar een haptotherapeut. Ik ga mezelf op de sofa laten leggen, ik ga mezelf laten aanraken. Ik had natuurlijk al gelezen dat die voetballers dat deden en die sportmensen en zo. Ik dacht, dit lijkt uh, betrekkelijk eerlijk. Uh, toen kwam ik ook van die quotes tegen: als het lichaam liegt nooit. En uh, eh, als, het ware, als het over waarheid gaat, wat voor jou zo'n belangrijk woord was, dat, 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 dat lichaam dat brengt ons ergens, waar we soms met onze mind, zal ik maar zeggen, voorbij lullen of, of snel uitchecken of wat dan ook. Ja. Dat was voor mij echt een openbaring, omdat ik eigenlijk altijd in mijn hoofd leefde, zal ik maar zeggen. Ik merkte zelfs terug dat ik bijvoorbeeld, als ik onder de douche stond, mijn torso heel veel aandacht gaf, of dure shirts droeg, maar goedkope broeken en veel minder aandacht onder de douche aan mijn benen gaf en zo. Ja. Dus echt in die sessies leerde ik als we meer een meer soort een totaalplaatje een beetje voelen. Maar voor heel veel mensen leeft hier ergens een dwarslesie, hè? Kijkers moeten dit niet gewelddadig uh, opvatten. Maar dat als het ware het verkeer of de traffic, dat, dat leeft heel erg hier. En, en, en hoe lager het wordt, hoe lastiger, bij wijze van spreken. Ja. Um, dus ik vraag me de redenaar omdat om ja, uh, het zit hem voor mij niet op tranen, bij wijze van spreken, maar, maar kom je helemaal in je ervaringscomponent? Of, mm -hmm. of schiet je ook wel eens op zolder, bij wijze van spreken, ook in zo'n gesprek waar je eigenlijk heel erg geraakt wordt, misschien wel. En mm -hmm waar je dan uh, de lift naar boven neemt met je, met je bewustzijn om het zo te zeggen te, terwijl hier misschien ook wel brandpunten te vinden zijn. Nou ja. uh, kom ik denk. Ik denk Voel wel, je er wel bij. Ja, ik denk wel. Uh, als ik ik denk nu wat dieper over na hè, en dan in zo'n gesprek moet ik veel nadenken. Dus dan ga ik automatisch wat meer naar boven. Als je die vraag stelt, dan kan ik wel naar mijn lichaam. Ik was wel mijn hele lichaam, zeg maar. Wat <laughs> dus ik moet wel zeggen van oké, okay, ik geef wel gewoon aandacht aan alles, zeg maar. Dus dat is wel interessant om te zien. Um, ik ben al... altijd een beetje gefragmenteerd. Precies. <laughs> om het uh, ook eventjes die andere kant op te steken. Ik moet ook wel zeggen, ik dacht net ook zo van, nou, van ja, weet je, het is als ik een lekkere dag heb. En ik sta op tijd op en ik kan dan gewoon le lekker werken. Uh, ik zit wel gewoon een bom vol energie mijn lichaam voelt wel goed op een gemiddelde dag, dus ondanks hebben we het nu wat meer uh, zwaar hebben we bekleed in de afgelopen minuten merk ik wel bij mezelf altijd dat ik qua ben wel echt een optimistisch persoon. Ik heb ook echt energie zeg maar gewoon op een dag. En ik moet gewoon gaan slapen omdat ik moet gaan slapen omdat ik anders de dag erop moe ben. Maar ik voel me meestal niet moe als ik uh, echt echt ga slapen. Uh, dus dat wil ik nog wel even benoemen. Dat, dat was nog een gedachte die wat meer ook erbij kwam. Voel ik mijn lichaam? Ik voel mijn lichaam dus. Klinkt dus raar. Maar als ik het zo naar kijk, voel ik mijn lichaam in positieve zin heel erg. Dus ik probeer ook echt de momenten die positief zijn. Als ik dus op een dag lekker voel, dan merk ik ook allemaal zo: oké, ik zit er lekker in. Dat is goed. En dat jaag ik dus ook heel erg na. Dus dat voel ik ook echt in mijn lichaam. ...alles wat ervoor zorgt dat ik me beter voel... ...dat mijn lichaam zich beter voelt... ...jaag ik na. Dus hè, sporten vind ik niet leuk... ...maar sporten mij helpt. Goed. Te zwaar sporten, oké, okay, dan ga ik lichter sporten. Om ervoor te zorgen dat ik dat... ...de juiste balans in mijn lichaam voel. En wat jij net aangaf... ...dat... dat, dat ...misschien een vorm van pijn... ...of onderdrukking, natuurlijk, die is er altijd. Maar ik ben wel eigenlijk... ...dagelijks bezig... Als ik het zo, ja, eigenlijk zo, zo zie. Om ervoor te zorgen dat mijn lichaam zich op zijn best voelt. Hm. Ook qua voeding. Hm. Dus ik zie voeding wel echt als je eet om voor te zorgen dat je je goed voelt, en dat je goed kan functioneren. En natuurlijk zijn er momenten dat je gewoon lekker eventjes wat een hapje wil doen. Maar 80, 90% gaat wel aan het functioneel eten. In plaats van dat je zegt uh, eten omdat het lekker is ofzo. Ja. Ja. Mag ik een klein oefeningetje met je doen? Zeker. Ja, je weet niet welke. Nee. Uh, ik zeg heel vaak tegen mijn cliënten, en dat kan nu vrij letterlijk, want we hebben een microfoon voor ons. Um, leg je hand gewoon eens op een plek waar, we noemen dat in, de, in mijn vakgebied de felt sense, waar zeg maar de sensatie op dat moment, spanning, warmte, kou, whatever, hè, waar, 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 waar wat zit. En doe eens net alsof het een microfoon is. En dan bedoel ik een microfoon als het ware. Leg een luisterende hand op je lichaam. En luister gewoon eens wat er van boven komt. Maar moet je met je ogen dicht doen? Oké. Okay. En je mag niet praten. Dus, hè, dus gewoon eens even innerlijk luisteren. Ook, ook, ik doe met je mee, by the way. Ja. Dus even heel saai voor de kijker. <laughs> even naar dichte ogen kijken. G gewoon eens eventjes voelen. Van, ja. What happens? En laat maar gewoon boven komen. Oké. Okay. Maar gewoon voelen. Ogen ja? dicht. Oké. Okay. Je hand is de microfoon. Het is trouwens best leuk voor de kijkers om dat mee te doen hè. Feel free. Dit is het moment dat in meditatie technieken bijvoorbeeld wel eens wordt gevraagd: Heeft het een kleur? Heeft het een textuur? Om als het ware je hele zintuigelijke waarneming ook open te zetten. Maar wat, wat komt er in je innerlijk naar boven als je zo eens even zit? Qua woorden, niet echt iets. Als je het hebt over kleur, dan wel uh, rood, geel. Dat eigenlijk. Mm. Uh, ik dacht, het zit wel meer hier. Als ik dan mijn ogen echt dicht doe, dan ik oké, okay, ga ik wel wat meer naar boven. Uh -huh. Dan ga ik ook even nadenken van ja, zit het eigenlijk niet door mijn hele lichaam. Dus dan ga ik een beetje een soort van mijn lichaam proberen te scannen of zo. Uh -huh. um, ja, toch wel, het is ook wel gekkig. Toch wel een kleine uh, rilling of zo. Ook wel een beetje. Ik merk ook wel, nou, dan ga ik misschien van topic af, maar als ik gewoon ga mediteren of zo, moet ik ook heel vaak gapen en zo. Hmm. Maar, uh, blijkbaar is dat ook weer iets volgens mij. Maar dat dat uh, een soort van ontlading is. Dus ik oh, merk zeker? dan als ik even ja. mijn ogen dicht doe, dat ik bijvoorbeeld uh, voel ik bij zo'n rilling denk. Oh ja, ook wel een soort van ontlading is dat, ofzo, ja? voor mij. Ja. Zo voelt dat dan, als ik dat onder woorden moet brengen. Ja. Wij zaten allebei met onze ogen dicht. Hè? Ik ging ook naar uh, hart. Ja. Streek, zal ik maar zeggen. Um, ja, um, Je kan je altijd een beetje vertrouwd maken met als er een soort hotspot zijn. Hè? Dus, dus vaak uh, emotionele spanningen en zo, die centreren zich al wat rond die solar plexus, het midden is. Ken je dat? Als je een ruimte binnenkomt, waar net ruzie geweest is of discussie of zo, dat je meteen... Nee, je voelt wat plat, zeg maar. Het voelt drukkend hier. Ja, ja, maar druk, eh, druk klinkt misschien ook weer negatief, maar kan ook wel informatief zijn. Dat als het hmm. ware je daar bewust bent van: oké, okay, hier is eigenlijk nog meer potentie om te stromen. Want nu zit er een beetje gewicht op. En wel interessant dat je dan in je, in je hartstreek komt. Um, misschien wel passend bij het verhaal ook: dat je ook nog wel met alle succes en al het moois en zo, dat, dat er ook wel heel veel liefde in ontwikkeling is, om het, om het zo te zeggen. Eh, um, hmm. Het zoeken, waar zit dat goud nou precies? Dat kan makkelijk ook verband hebben met zo'n plek. Dat je, dat je hem hier voelt als we erover zitten te praten. Ja. Hoe vind je het gesprek eigenlijk? Ik vind het interessant. Ik moet ook wel zeggen dat uh, in het begin natuurlijk zitten we gewoon uh, zich gewoon veel te ratelen. En dan nu gaan we uh, je zegt toch wel dingen of we doen dan dingen. Dan denk ik, oké. Okay, ja. Ik ga gewoon lekker mee, maar dat is natuurlijk ook wat uh, nieuw voor mij. Mm -hmm. Ook in zo'n setting al helemaal waar het eerder over hadden. Yeah. Uh, maar het voelt goed. Ik vind het een leuke, interessante sessie. Uh, ja, ik vind het interessant. Komen, komen er spontaan vragen bij je boven waarvan je denkt: Nou, dat, dat, dat is echt killing, dat moet ik eens even vragen. Of dat, dat, dat hangt in de lucht, die pak ja. ik er zo even uit. Ik ben gewoon benieuwd. Dat is wel... Ik ga hem anders formuleren. Ik denk dat ik dan beter formuleren. Maar... Ik ben benieuwd bij mezelf. Anders dan mezelf ontdekken. Wat ik best wel interessant vind. Dat ga ik even parkeren. Dat kunnen we zo over hebben. Maar... We hebben het, jou en ik hebben het er wel eens over. Nou, ondernemers kunnen soms een beetje gebroken zijn. Daarom hebben ze zulke grote ambitie, et cetera. Ik ben gewoon benieuwd. van Oké, okay, is het nou echt zo dat ik iets heb meegemaakt in mijn leven. Waardoor ik nu zo'n streven heb naar meer? Want voor mijn gevoel is er niet echt iets in het verleden gebeurd. Waarvan ik zeg van. Nah, als ik daar zeg maar mijn ambitie. of mijn streven. of uh, de simulatie waar, waar ik nu naar zoek. met Jaro. de grote doelen die je zet. de tijd die je ergens aan spendeert. terwijl het eigenlijk helemaal niet hoeft. Je kan ook gewoon 9 tot 5 nemen. Als je dat doet. Uh, zit daar echt wat achter? Of is het. En dan kom ik op het tweede gedeelte. Waar we net op kwamen. Dat ik het gewoon fijn vind om. een warm gevoel in mijn lichaam te hebben. Om ervoor te zorgen dat ik liefde voel. passie voor hetgene wat ik doe. En dat dat eigenlijk voldoende is. Snap je? Dus. Ja. Een stukje trauma. Heb ik echt trauma? Of is het gewoon. Ik, heb, ik voel liefde voor iets. En dat geeft me eigenlijk genoeg energie. Ja, hoe lang heb ik? Ik ga het proberen. <laughs> superbelangrijk, superbelangrijk. Er zijn gewoon, als het gaat om wereldbeeld en mensbeeld, en, uh, heel veel assumpties die wij ook als therapeuten maken. Mm -hmm. uh, en ik zeg wij, omdat ik me op zich wel verwant voel met de groep van mensen die mensen helpt. Hè. Tegelijkertijd, ik voel me in het, het GGZ-wereldje bijvoorbeeld helemaal niet thuis in de... De marketinggerichte coachingswereld ook niet. Allemaal nee. lekker normaal, lekker aards. En, uh, um, dus ook dat concept van trauma, hè, dat wordt heel vaak natuurlijk gebruikt als... Uh, oh, iedereen heeft wel een krasje. Ja, natuurlijk. Logisch. Uh, ja, maar ja als we het over depressies en angststoornissen gaan hebben. We noemen dat stoornissen in de volksmond. Is eigenlijk met goed fatsoen niet vol te houden. Want het is meer regel dan uitzondering. Als je kijkt naar de statistieken. Mm. Dus dat zegt iets over ons collectieve worstelen en lijden. Of onze collectieve gezondheid, ongezondheid. Ge ga zo maar door. Uh, ik vind daar dus wel wat van, zal ik maar zeggen. Dan weet je ook een beetje hoe ik erin zit. Dat het altijd maar naar het individuele wordt toegetrokken. De afwijkende mens. Hoezo afwijkend? Het zijn soms de meest sensitieve dragers. En die dragen iets wat, wat de rest van hun gezin altijd weggestopt. Nou ja, moet je dat dan zo, zo in zo'n zo, zo dichtzittend stoornisconcept stoppen? Veel simplistische modellen ook wel, met alle respect. Ja, dus, dus, dus trauma in de vorm van, heb je wat meegemaakt? Ja, als je een auto-ongeluk hebt gehad of een gewelddadige overval bijvoorbeeld... dan is er een heel duidelijk gebeurtenismodelletje. Dan kan je een link leggen. Overigens, in de praktijk blijkt heel vaak dat dat ook niet zo simpel is, want... Zo'n event kan ook dingen openmaken die in je bewustzijn al onder water zaten. Dus dan lijkt het qua narratief een, een single point, om het zo te zeggen. Ja, dat is het mijn ervaring bijna nooit. Ja, is... um, hoe kijk je naar je leven? Is dat een, uh, een rechte lijn met af en toe per ongeluk een berg of een dal? Of is dat een heel cyclisch gegeven met voortdurend ontwikkelingsringen? Is het een slecht teken wanneer je vastloopt in het leven met een burn-out bijvoorbeeld... of met, met de, de sporen van trauma, emotionele verwaarlozing... Of geeft dat juist aan dat het goed met je gaat en dat je de ruimte hebt om daar aan toe te komen? Mm -hmm. uh, ik ben er enorm voorstander van om trauma te zien in een ontwikkelingsperspectief. Dus met andere woorden, ik denk dat het krachtige, moedige mensen zijn die zichzelf daarin kunnen aankijken, kunnen voelen. En het is natuurlijk niet helemaal onpartijdig, want dat is mijn werk. Dus kennelijk ligt mijn hart daar ook. Ja. Uh, um, dus een soort geilheid op wat heb ik meegemaakt of wat zit daar. Bedoel ik met alle respect, hè? ik zou dat nooit. Als een soort, kom laten we eens lekker de tijdlijn afzoeken. Ik, ik zou dat nooit zo als doel op zich doen. Ik denk dat de ultieme relevantie is... Uh, Gabor Mate, die toevallig uh, deze dagen in Nederland uh, actief is uh, ja. of is geweest... heeft zo'n mooie definitie. Trauma is not what happens to us. It is what happens inside of us. En, en dat is denk ik wel belangrijk. Je ziet ook wel eens vluchtelingen... waarvan je ja. denkt, die zouden toch drie of vier keer een PTSS moeten hebben. Die hebben hem niet. Precies, <laughs> of ja. ze voldoen niet aan onze standaarden van... Dus ik denk dat het innerlijke aspect van trauma ook is: de wonden wegen voor jou. En het is ultiem irrelevant of ik jouw trauma groot of klein vind. Het is wel heel relevant of jij het jezelf kan gunnen om het zo te noemen. Hmm. En er zijn ook heel veel mensen, die ken je vast ook wel, hè? die uh, in mijn ogen, zal ik maar zeggen, heel veel hebben meegemaakt. Dat je denkt: nou ja, logischerwijs moet dat ergens invloeden achterlaten. En die vertellen er nooit over, die voelen daar niks bij. Dat ik ook een beetje denk, oh, ik zit een film te kijken waar de ondertiteling uitvalt, zeg maar. Eh? En andersom kun je misschien ook wel het gevoel hebben dat mensen relatief weinig hebben meegemaakt. en een enorme betekenisbel daaraan geven. Eh, dat geeft denk ik al aan hoe... Uh, het is subjectief, hè. Het maakt ons het subject. Het is in onze innerlijke wereld dat we het werk doen. En ja. Daarom, Als het over trauma gaat, zou ik dat ja, persoonlijk nooit zo geneigd zijn om vast te zetten tot dit is het. Of uh, wanneer kwalificeert het als trauma? Ik begrijp dat het medisch model dat vraagt. Maar vanuit een ontwikkelingsperspectief, denk ik eerder. Ja, wonden gaan juist wegen wanneer de kracht van mensen toeneemt. Mm -hmm. Of wanneer er een grote liefde in je leven is. Of je gaat eindelijk je, je ziel. Volgen in volle rijkwijde. Dan pas gaan die wonden wegen. Heel, op het moment dat ik lekker alleen in een hoekje ga zitten, dan kan ik de pijn redelijk inkapselen. Dus dat zijn zomaar wat overwegingen bij hoe kijk je naar trauma in relatie tot ontwikkeling. Terugkijken, zou ik zeggen, is, 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 is nooit een doel op zich. Ik, ik, ik zou alles, tijd en plaats, is in het bewustzijn sowieso een, een, een gesprek op zich, maar. Ik zou alles verankeren in, in de beleving. En daar kan het lichaam wel helpend in zijn, omdat het dan for real is. Hè? Je, ja. je er kunt aanraken, om het zo te zeggen. Je voelt wat voor emotie er aan vastzit. Ja, ik zou dat het wel verankeren in de huidige beleving. Ja. Uh, begrijp je? Ja. Uh, en, en van daaruit reis je als het ware het hele spinnenweb van innerlijke associaties in. En als je from there bij iets komt wat kennelijk in je emotionele history bijvoorbeeld toch wel belangrijk is... Mm -hmm. Ja, en dan is denk ik de ultieme waarde van traumawerk, dat het ons eerlijk maakt. Het gaat om de scherpste stukken in ons bewustzijn. Dus het heeft een enorme bewustzijnsopenende potentie. En um, ik vergelijk het vaak met een vuist. Je hebt een, uh, dit, deze kan op zoveel lagen toegepast worden. Um, trauma in de fysieke zin, hè? Dus, dus angst in het lichaam, altijd aanstaan, zet de boel dicht aan. Ja, dan kan ik mijn vingertopjes niet voelen. Terwijl wanneer, jij noemde net gapen, wanneer de hele motor een beetje gaat, gaat loslaten, releasen, kan ik weer door die vingertoppen heen kijken, gaat het weer een beetje stromen, komt. Ja, het is eigenlijk bewustzijnsbevorderend. Ik kan mijn hand weer voelen en, en hij kan verder rijken, hij kan zich verder openen. Ik denk dat dat op het mentale vlak geldt. Je vroeg net naar mijn eigen vastzetten in, in mijn levensloop, zal ik maar zeggen. Ik denk dat dit soort werk, want ik heb natuurlijk met mezelf heel veel uh, therapeutisch werk gedaan en nog steeds. Um, ik denk dat het belangrijk is, je moet een beetje, beetje doorstromen, wil je andere mensen helpen om beter door te stromen. Uh, uh, allemaal in relatieve zin. Maar je kunt op mentaal, emotioneel vlak, zelfs op fysiek vlak je hele lichaam voelen, hè, bij wijze van spreken. Maar ook in je ondernemerschap, stroomt dat of stroomt dat niet, is toch wel een heel groot, ook voor marketeers en voor business coaches vaak een, een topic. Ik denk dat innerlijk werk ontzettend belangrijk is dat die vuist op alle relevante levels een beetje loslaat. Dus dat, en, en dat maakt trauma natuurlijk belangrijk. Als daar uh, vastzettingen in ons systeem zitten, dan, dan stroomt ons leven niet lekker door. Nee. Dat, uh, en ik denk wel dat dat collectief een beetje onderbelicht is, een klein beetje onderbelicht. Mensen gaan vaak hun mentale oplossingsmodus aanzetten. Terwijl eigenlijk het bewustzijn verkrampt is, om het zo te zeggen. Ja. Wel lastig als je. Rationele beslissing moet nemen als ondernemer zijn. Ja, um, wij kennen in therapeutisch werkveld wel de term kalm brein. Je zou zeggen, voor een, voor, een, voor, een, voor een rationele beslissing heb je een relatief kalm brein nodig. Met andere woorden, je kan niet vol met angsten en triggers en weet ik wat zitten. Nee. Tegelijkertijd, ik denk dat goede, ik zou het een beetje plechtig, misschien zielsgedragen keuzes willen noemen. Ik denk dat die niet louter rationeel zijn, maar dat al die subsystemen in de mens, dus zowel het mentale, het emotionele, het, het, het belichaamde aspect, maar ook wel het persoonsoverstijgende, de spirituele invloeden, datgene wat toevallig is of wat synchroniciteit is of waarvan je denkt: ja, ik voel je wat bij, ik kan het ook niet pakken, maar het is wel belangrijk, ik moet daar toch maar naar luisteren. Ik ben zelf meer van dat soort decision-making. En, 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 en daar mag het mentale en het rationele gewoon een, een plaats in hebben. Dus, dus rationeel kan ook betekenen dat je je gevoel uitzet en alleen maar op je kop gaat. Uh, daar zou ik zelf niet zo liefhebber van zijn. Nee, dus het is eerder gewoon een samenspel van... Denk ik denk zo, het. Als je goed rationeel wil nadenken, dan moet je kalm zijn in je lichaam. Ik denk, denk het wel. Ik denk dat heel veel van die... Maakte net dat, dat gebaar hè? dat wij heel veel splitsingen, dwarslesies hebben ingebouwd in onze kijk op, op hoe de mens functioneert. Maar eigenlijk is dat niet vol te houden. Want er zijn, als je therapeutisch werk doet met mensen, er zijn zoveel, uh, ik zou maar zeggen, gedachteprocessen die echt een, een, een herleidbare plek in het lichaam representeren. En zo, dus er is een voortdurend, het zijn gewoon één heel systeem. Ja. En als we dat kunt wel versimpelen door er een stukje uit te knippen, maar. Ik zou zeggen, whole body. Al die, al die bewustzijnslagen moet eigenlijk integreren, samenspelen. Ik denk ook wel voor ondernemerschap hoor. Uh, wil je echt richting purpose, richting persoonsoverstijgend bezig zijn met wat heb ik nou te doen? Hoe meer je daar naartoe gaat, hoe meer daar zuiverheid en alignment uh, op dat vlak uh, eigenlijk onmisbaar is. Anders krijg je wel eens een boemerang terug. Ja, mooi. Ik heb dat niet per se nog. Er zit een organisch einde? Ik denk het wel. Zullen we het hiermee stoppen? Ja, een boemerang blijft toch altijd vliegen? Ja, hè? ja. Dankjewel. Jij bedankt. Goed gedaan. Ja. Wat, vond je, wat vond jij ervan, zeg maar? Wat, uh... Ik heb suggesties voor je. Ik, ik had ze. Uh, uh, ik wil het beste met mensen voor. Ik zie veel. Ja. Um, en ik heb niet altijd gelijk, by the way. ja. vaak niet. Maar dat is niet erg. Dan zeg je gewoon dat niet klopt. Ja. Ja, de voor Ja. Uh, ik denk dat er in de opening van je hart echt werk zit. Ja. Ik bedoel dus niet dat je wat mankeert, maar in de zin van daar zit de ontwikkelingsruimte. Die toont zich ook in de sessie eigenlijk. Uh, ik denk echt dat je wat moet, wat gezegd, met dat. Maar mag de Mike er nog bij? Vind je dat niet? Uh, dat is goed. Ja. je kan horen. Ja, ja. ik, ik kan het altijd eruit nemen als ik het goed want dat zien we dan wel weer. Maar Zij moet jij de vraag nog even stellen? Eigenlijk ja. zouden we dat doen? Uh, nou, we kunnen gewoon doorgaan. Mag dat... de Mike er nog bij, vroeg Koen? Want ja. uh, we keken elkaar aan en <laughs> we hebben besloten dat het eigenlijk wel een organisch einde was. Uh, met een boemerang die uh, wegvliegt en toch altijd weer blijft vliegen en zo. Toen zei ik, heel dominant als ik ben: ik heb nog wel een paar uh, adviezen voor je. Ja. En uh, ik geloof erin dat ik gewoon uh, in het moment echt moet zijn. Dus ik moet zeggen wat ik denk. Mm -hmm. En als het niet klopt, dan kan je het gewoon teruggeven. En dan ben ik niet offended. Ja. Uh, ik heb ook niet altijd gelijk. Maar ik hoop dat het, 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 het uh, distilleren hiervan zeg maar mooi is. Het is misschien voor de kijkers ook leuk. Want die hebben ook meegevoeld. Precies, ja. Ik denk om te beginnen, uh, ik pak hoofdlijnen eruit. Te veel ruimte zit in de ontwikkeling van je hart. Mm -hmm. en wat bedoel ik met hart? Eigenlijk... De opening daarvan voor alles waar je oprecht liefde voor koestert. Mm. Vooral niet te persoonlijk maken. Vriendje, vriendinnetje, kindjes en alles. Natuurlijk, eh, eh, daar is liefde. Maar ook als ondernemer, waar gaat wezenlijk? Eh, als het overlevingsmotief helemaal niet meer telt. Je hebt geld zat. Het succes wat je ooit mentaal bedacht had, dat is bereikt. Ja, nou ja. What well, are you doing it for? Hè? Zingt eh, Robbie Williams dan, geloof ik. Daar dat hart, dat liefdesaspect, mag denk ik heel veel meer ruimte in je ontwikkeling krijgen. En ik zeg het niet omdat ik denk dat je liefdeloos bent of dat het daar helemaal misgaat of zo. Niet vanuit de kortgedacht, maar meer. Ik zie daar echt potentie. Dat het hier veel meer gaat dooraderen. Dan zak je ook een beetje uit je hoofd nog meer dat torso in. Ja. Uh, en de emoties die je nu onderdrukt, komen dan meer in een lijn met je. Ik zou het dan maar plechtig het zielenleven willen noemen te staan. En dus, dus, dus dat krijgt dan ook niet meer zo'n afgesplitst onderdrukt karakter op sommige topics, maar er wordt gewoon een grote, voelende, ademende machine. Ik denk ook dat er zit een beetje pressure, geslotenheid op. Ik gun je wel opening van je hart, ja. zo te zeggen. Weet By the begrijp, way, that, that, ja. dat kan. Het is heel veel, heel veel aan te doen. En los van alle therapeutische ideeën, het leven, zou je dat ook zelf opbrengen. Ja. Dus we moeten ons als therapeuten nooit overschatten. Ten tweede, dat lichtaspect. Um, je doet me denken aan... Veel cliënten die op hun eigen manier, of ze nou ooit hoogbegaafd of hoogsensitief of eccentric of wat dan ook zijn geweest, maar mm. die onderpresteren zonder dat de omgeving doorheeft. Mm -hmm. Dus wanneer je op 70 of 80 procent uh, nog steeds goed functioneert, dan krijg je daar geen haan naar. Maar ik denk dat er in het lichtaspect van je bewustzijn, dus in de helderheid van je bewustzijn, zeg maar, dat er echt wel iets heel moois is wat, wat veel verder kan ontwikkelen. Je zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken waar ga je echt op aan? Aan dingen in de wereld die echt niet kloppen. Mm -hmm. En dat dan niet mentaal gaan benaderen, maar daar echt eens in durven kijken. Van wat zie ik nou eigenlijk? En wat vertelt mijn eigen bewustzijn eigenlijk van de waarheid en de onwaarheid die ik hierin zie? Dus ik denk dat je een lichtoverbrenger bent. Het is eigenlijk wel heel grappig dat je met je spraakprobleem van vroeger, dat je nu een hele communicatieve rol daarvoor hebt. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk lichtoverdracht is. Dus je, je draagt bewustzijn over. Ja. En dat doe je voor een heel groot podium, voor een heel groot publiek. Super dapper dat je je kwetsbaar durft te geven. Dat maakt ook dat je denk ik kan groeien in innerlijk leiderschap. Dat, dat, dat onderscheidt mensen ook. Durven ze dat aan te gaan, in te kijken, uit te dragen. Make it personal, gaat het hard ook mee. Maar ik denk wel dat je veel ziet. Dat je heel erg mag uitdragen wat je ziet. Mm. En dat je, als er dan een functie zit aan je vraag over trauma. en zijn er dingen van vroeger. helemaal niet om dingen vast te zetten. En het is ook altijd een gesprek op zich. Hè? Waarom ervaart de een het zo? In een gezin bijvoorbeeld ook. Hè? kunnen dezelfde kinderen. en waarschijnlijk dezelfde gezinssituatie heel anders beleven. Dus dat is ook allemaal niet zo. in, in kan en kruik. even makkelijk vast te zetten. Ik zou dan denken, het zegt me wel wat dat je je dit afvraagt. Mm -hmm. En dat je puzzelt over, wat heb ik wellicht niet gezien? En het ziensaspect springt er voor mij wel uit bij je. Dus, ja. uh, en ik denk dat je licht, het lichtaspect van bewustzijn... is ook, uh, denken de padvinders, uh, vuur door wrijving. Dus de frictie en de pijn en de crisis die tonen meer licht... dan alle transcendente activiteiten bij elkaar. Ja. En, en daar is goed in durven... zinken, om het zo te zeggen. De, de, ik denk dat dat voor je ontwikkeling... heel belangrijk zou zijn. Ja. En ik heb Jaro nog niet gesproken... maar ik denk dat hier de punten zitten... waar je elkaar in zou kunnen vinden. Ook al heb je allebei een ander menselijk profiel... zoals we allemaal onze kleurenkast hebben, zeg maar. Toch wel het... net even wat dieper waarnemen... en dat ook wensen door te geven... Mm ja denk ik aan bij jou ja, dat en dat zou man. ik leuk vinden als ik je over een x aantal jaar nog eens bij wijze van spreken zou tegenkomen want ik denk god dat is toch eigenlijk fantastisch dat het pad helemaal verder is gelopen en uh, ja. Ja, no pressure verder nee maar ik ga het wel uh, goed ook terug luisteren ben echt ook gewoon benieuwd zeg maar als ik het gewoon want het is best wel ook uh, uh, ook eerder zei van het is voor mij voor het eerst en dan uh, ben ik zo aan het nadenken denk ik van, ja Zat ik wel hier, zat ik niet gewoon nog meer in mijn hoofd bijvoorbeeld. Of uh, iets anders. Dus ik uh, vind het interessant om ook weer de aflevering terug te kijken. En dan echt dat te observeren van oké, okay, wat, wat, wat betekent nou echt wat ik zei of wat jij zegt? Dat okay, ik het nog goed voor mezelf even kan uh, waarnemen en dan opschrijven. En daar echt dingen uit kan halen om weer uh, mee te nemen. Ja. Bedankt. Graag gedaan.